Er zijn nog wel zangkoren in onze regio, maar de populariteit neemt enigszins af. Daarom werd in Café de Vriendschap een koren promodag georganiseerd. En dit was een ongekend succes. Ging er helemaal af. Hè? Ik bedoel maar, dit hadden we nou met de bedoeling. Je vraagt de mensen, je vraagt de koren. Gewoon mensen die gewoon voor hun plezier heerlijk aan het zingen zijn. En je ziet, het wordt één groot feestje. Zonder verplichtingen, zonder toestanden. Lekker komen, lekker gaan. En gewoon helemaal uit je dak gaan. Mevrouw, wat vindt u ervan? Ja, helemaal leuk. Ik vond mijn eigen koor al leuk. Maar het is dat het Hazenskoor in Zoeterwoude zit. Anders was ik denk ik lid geworden van het Hazenskoor. Ja, want u hebt net zelf ook gezongen. Ja, ik heb zelf ook gezongen. En die promotiedag, is dat nodig? Ja, dat is nodig, ja. En eigenlijk wil ik elke keer weer uitgenodigd worden. Meneer, wat vindt u ervan? Ja, hartstikke gezellig hier. Ja, tuurlijk. Werelds. Maar vandaag wordt de koor gepromoot. Gaat u zich aanmelden? Ja, misschien wel, dat weet je niet. Nee, maar ze hebben het wel eens meer gevraagd, maar ik doe het niet. Nee hoor, de dochter wel, dus die is er al zo lang op. Dus nee hoor, prima. Mevrouw, u bent dus de dochter? Ja, ik ben de dochter, ja. Ja. U zingt wel in een koor? Ik zit op Just for Fun, Popcore Just for Fun. Al een jaar of 13 ongeveer, ja. Als ik zo rondkijk, het is een korenpromotiedag. Het lijkt helemaal niet nodig, het zit propvol. Nee, maar het is wel een dag dat mensen die niet in een koor zingen, een keer gaan kijken in de vriendschap en denken, oh, dit vind ik ook leuk. En je ziet en je hoort van alle mensen die hier zingen, dat als ze een avond door de week heerlijk in een koortje gaan zingen, dat ze er moe naartoe gaan en weer ontzettend lekker van thuis komen. Het is gewoon een lekker fris bad, want zingen is zo geweldig. Zeker in deze koude crisistijd. Gewoon blij, gewoon leuk. Je ziet het, er is geen crisis. Het is een soort Elfstedentocht, maar dan heel klein. Nou, dat wil ik graag doen. Vergis ik me of heeft u het ontzettend naar uw zin gehad? Ja, we hebben het heel erg leuk gevonden, ja. Altijd al een Hazes-fan? Ja, ook. Nee, ik ben niet zo'n andere Hazes-fan, maar ik vond het wel leuk. Ja. Wel uit volle borst meezingen. Volgens mij kent u de teksten stiekem wel. Ja, dat kennen we allemaal, hè. En u heeft al aangekondigd, hier blijft het niet bij. Hier blijft het niet bij. We gaan nu een lijst maken. We gaan dit één keer in de maand doen. Dus de koren kunnen inschrijven. Er kunnen maximaal 3 koren per middag zingen. En ja, dan zit je aan een 100, 150 mensen al. Meer kunnen er helaas niet in de vriendschap. Maar maandelijks hebben we dan een superfeest.